Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag hebben we een live sessie in Nanninga's Bos. Natuurbeheerder René gaat ons vertellen over de paddenstoelen. Mijn naam is Anna. En de hond is ook mee. Aan de lijn natuurlijk. Dus als jullie wat horen, dan weten jullie wat het is. Even kijken. René. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat ons wat vertellen over de paddenstoelen. Ja, klopt. Het is herfst en er zijn nu volle paddenstoelen. Dus een mooi moment om nu even dingen te laten zien in het bos. Leuk. Dus, echt de tijd voor. Ja, precies. Nou, ja. Laten we even gewoon gaan wandelen. Is goed. Als je door het bos loopt, op het eerste gezicht denk je misschien nog van nou, er zijn niet zoveel paddenstoelen. Maar als je zo snel je wat beter op de grond kijkt, dan zie je ze eigenlijk overal wel staan. Ja. Ik zal ze af en toe even inzoomen, want op de camera dan moet ik even van dichtbij kijken, denk ik. Ja, het zijn heel veel verschillende soorten. Ik ken ze ook niet allemaal bij naam. Er zijn er te veel voor. Er zijn ook een paar hele mooie. Oh, kijk eens. En daar nog een paar. Ja, dit is een soort Russula. En Russula, dat is dan de familienaam. En dit zal de geel-witte zijn misschien. En van de Russula heb je heel veel verschillende soorten. Die hebben allemaal weer een andere kleurhoed, zeg maar. Oké. Okay. De paarse staat er soms ook wel. Net ook ergens nog gezien. Dus er zijn allerlei verschillende kleuren Russula's. Nou, die Russula's die leven ook gewoon... Wat een paddenstoel is eigenlijk het vruchtlichaam van de paddenstoel. Dus de appel die aan de boom hangt. Dus het grootste deel van de paddenstoel zit, de zwam zit onder de grond. En dat zijn allemaal schimmeldraden. En in de herfst, als het dan zeker omdat we nu een paar weken wat nattigheid hebben gehad, ploppen die paddenstoelen op. Ja. En dat is het vruchtlichaam als het ware. En daar zit, ik zal het een klein stukje laten zien. Hieronder zitten allemaal lamelletjes. Eens even kijken. Ja. En daar zitten allemaal sporen in. En sporen, dat zijn de zaden van paddenstoelen. En die worden op die manier met de wind verspreid. Dus op die manier verspreidt die paddenstoel zich. Hey, en je zegt dus van eigenlijk is de paddenstoel is dus de vrucht van een schimmel? Hoe moet ik dat ja, zien? Ja, een zwam, een schimmel. Ja. Dus dat is een soort complex van schimmeldraden. Dat zijn allemaal dunne draadjes in de bodem. En op een gegeven moment dan wil die zich voorplanten, zeg maar. En dan komt het vruchtlichaam en daarmee worden de sporen verspreid. Mooi. Ik krijg een vraagje tussendoor. Waar komt de naam Nanninga's Bos vandaan? Nou, dat heeft te maken met de vorige eigenaar. Dus het bos heeft eigenlijk drie namen. Het bos heet ook wel Steven Houkes Bosje. Dat was het vroegere boswachter. Het heeft ook Niemeyers Bosje geheten. Door de familie Niemeyer heeft het ooit aangelegd. En later is het overgenomen door de familie Nanninga's. Nou, die naam heeft het nu nog steeds. Maar hier in de buurt circuleren drie verschillende namen. Ja, precies. Ja. Maar wij noemen het Nanninga's Bos. Ja, het is ooit aangelegd als een productiebos. En wij zijn nu bezig om te vormen naar meer natuurbos. Dus we halen geen hout meer uit voor de productie, maar het is allemaal voor de natuur. Ja. En doordat we, nou ja, het is hier ook wel te zien, er is heel veel variatie. En doordat er heel veel variatie is, krijg je ook heel veel variatie in paddenstoelen. Ja. De variatie waar René het over heeft. Kijk. Mooi. En eigenlijk zie je dat hier ook wel terug, want als je hier dan op dit kleine stukje kijkt, dit zijn dan die Russula's, dit is nog weer een andere soort. Hier staat nog weer een andere soort. Oh ja. En dit is nog weer een andere soort. Een heleboel bij elkaar. Ja. Ja. Hier groeien nog weer een... Ja, het zijn allemaal verschillende soorten. Dus je ziet gewoon dat er heel veel... Daar en daar is ook nog eentje. Ja. Ja. Dit is nog wel een bijzonder, trouwens dit is een aardappelbovist. Ja. En net liet ik zien die hoed, waar dan aan de andere kant die lamellen zitten. Dit is een soort spons. En die is van binnen helemaal zwart. En daar zitten alle sporen in. En op een gegeven moment dan is die heel groot. Scheurt die aan de bovenkant open. En dan komen die sporen als het ware vrij. Een soort stofwolkjes komen er dan vrij. Op een andere manier dan de andere paddenstoelen. Ja. Ja. Hey, en wat is nou het nut van paddenstoelen? Nou, je hebt eigenlijk drie groepen paddenstoelen. Je hebt paddenstoelen die in de grond, die Russula's zijn daar wel een mooi voorbeeld van, die leven samen met bomen. Dus die zwam die leeft onder de grond en die staat in contact met de wortels van de bomen.
En die bomen die geven die paddenstoel voedingsstoffen. En die paddenstoel die zorgt ervoor dat die bomen weer mineralen op kunnen nemen. Dus die werken als het ware samen. Mooi. Vliegenzwam is daar ook een heel mooi voorbeeld van. Die zie je eigenlijk altijd in de buurt van een berk, of een beuk of een eik soms. Maar heel vaak in de buurt van een berk. Mm-hmm. Omdat die samenwerken met die berk, zeg maar. Dus dat is één deel van de paddenstoel. Dat zijn echte samenwerkers. En dan heb je nog de killers, noemen we dat. Dat zijn de paddenstoel die echt planten of bomen doodmaken. Dus die, als ergens een boom beschadigd is, dan komen ze op die boom terecht. En dan, dan eten ze net zo lang door aan die boom tot die boom ook doodgaat. Dat is maar een hele kleine groep. Ja. En wat ook een hele grote groep is, dat zijn de opruimers. Die ruimen gewoon al het dode plantmateriaal wat in de natuur ligt op. Dus die zitten op het dode hout en die verteren dat dode hout helemaal. Dat is misschien ook nog wel, ik zag hier... Net een voorbeeldje. Van de opruimer. Ja. Ja. Kijk, dit is een heel mooi voorbeeld van zo'n opruimer. Oh. Dit is een takje. Dat ziet er leuk uit. En in dat takje, ja, dat is op een gegeven moment van de boom gevallen. Dat is aan het verteren. Dat wordt helemaal zacht. Dus als je kan het ook zien. Dat is helemaal, nou, de hele hout is aan het verteren. Dat verteren, dat komt door de schimmels. Dus die schimmeldraden zitten door dit hele stukje dood hout heen. Aha. En die ruimen als het ware dit takje helemaal op. En ook dan zie je dus weer dat af en toe dus even de paddenstoel tevoorschijn komen om de sporen weer te verspreiden naar nieuwe stukjes doodhout die van de boom gevallen zijn. Ja. Maar dit zijn echte opruimers. Nou, zo'n takje zijn ze in een paar jaar mee klaar, maar je ziet zo'n boom hierachter of zo'n dikkere tak. Ja, dat duurt gewoon heel veel jaar voordat ze dat opgeruimd hebben. En dat opruimen, gaat dat dan in de herfst ook sneller dan in de rest van het jaar? Of, nee, of... dat gaat het hele jaar door. Ja. Zolang het maar niet te koud wordt. Nee, precies. Okay. Dus dat gaat het hele jaar door. En het is wel zo, hoe vochtiger, hoe beter. Ja. Dus als het heel droog wordt, dan houdt die schimmel er een beetje mee op. Ja. En als het echt heel vochtig is, ja, dan is het het moment voor veel paddenstoelen om hun vruchtlichaam even te laten zien. Ja, bijzonder. En misschien zijn er wel mensen thuis die denken, oh leuk, allemaal paddenstoelen. Ik ga wat plukken, misschien kan ik ze wel opeten. Wat heb je daarover te zeggen? Maar ik zou het niet doen. Want er zijn gewoon heel veel giftige soorten. Zelfs dodelijk giftig. Dus ja, dan moet je echt heel goed weten wat wel en wat niet eetbaar is. Weet je dat wel, ja, dan zou je gewoon langs de wandelpaden... Want je mag hier in het bos gewoon op de wandelpaden lopen. Als je langs de wandelpaden een paar plukt en mee naar huis neemt om op te eten... is op zich niet zo'n probleem. Maar ik raad het heel erg af, omdat je gewoon heel veel soorten lijken heel erg op elkaar. Ja, voor je het weet eet je een vergiftige paddenstoel. En, je moet wel echt weten wat je doet. Wil je dat van plan zijn? Het is zeker niet de bedoeling dat mensen met grote boodschappentassen het bos in gaan en alle paddenstoelen uit het bos halen. Dat, nee. Netjes op de paden blijven en gewoon mooi kijken, foto's maken. Ja, en ze het liefst ook laten staan. Maar goed, tegelijkertijd zie je wel dat er ook gewoon heel veel... Deze leg ik gewoon weer terug, dus die blijft mooi. Maar die groeit zo weer verder. Ja, kan weer verder werken. Mooi. Oh ja, hier ook nog hele kleintjes. Kijk of ik kan het zien. En als ik nou in mijn woonkamer heb ik een kamerplant. Dan groeit een paddenstoel uit. Is de kamerplant dan gedoemd? Nee, dat hoeft niet. Dat kan zijn dat in de potgrond die je gebruikt hebt nog stukjes hout zitten die ze aan het opruimen zijn. Hm. Of er zit misschien zelfs een soort samenwerking in. De kans dat het echt zo'n paddenstoel is, zo'n killer zeg maar, die de planten doodmaakt, die komen maar weinig voor. Okay. Die zijn er wel, maar zeker de kamerplanten niet. Nee, precies. Mooi. Nou, lopen we nog even een stukje verder. Ja. In het mooie Nanninga'sbos. In het Westenkwartier. En de echte herfstsferen die zijn er alweer. Je ruikt het ook. Als je in het eerste ogenblik kijkt, dan denk je van er liggen een paar blaadjes op de stam. Maar dat is niet zo, dit zijn ook gewoon paddenstoelen. Ja. En wat is nou het verschil tussen een paddenstoel en een zwam? Dat is hetzelfde. Dat is gewoon hetzelfde, ja, oké. Okay. Volgens mij wel. Ja. Laten we daar maar op houden dan. Nou ja, goed, als je een paddenstoel hebt... Kijk, paddenstoelen zijn altijd een hoed met de steeltjes, mensen het zeggen. Ja. Maar in principe zijn het allemaal zwammen. Ja. En dit is ook gewoon een zwam. Alleen deze paddenstoel die groeit plat op het hout, heeft geen steeltje.
Nee. Maar het doet precies hetzelfde. Is ook gewoon bezig deze door je eikenstam met opruimen. Opruimen. Goed werk hoor. En je kan het soms. Je kan hier dus nog wel heel mooi even kijken hoor. Je ziet hier nog de. Het zwarte wat je hier ziet. Dat zijn eigenlijk de schimmeldraden. Oh, dus dit is kijk. Het vruchtlichaam van de paddenstoel. Maar die zwarte draadjes die hier allemaal in zitten. Dat is de schimmel zelf. Dus die loopt helemaal door de stam heen? Ja, die zit helemaal in die stam. En dan is dit een eiken. Dus het binnenste van de eiken is altijd heel hard hout. Dus daar kan die schimmel niet aan toekomen. Okay. Maar die buitenste 3 centimeter is heel zacht. En dan, daar zit die schimmel nu in. God. En zou je hem hier doorzagen, dan zou je hier ook allemaal van die zwarte draden. Zwarte schimmeldraden zien. Ja. Wat leuk. En we hadden hier, dit is ook nog wel een leuke, we hadden zo pas die gele russula, of die geel-witte. Ja. En dit is meer een paarse, of een bruin paars. Ja, en deze is opgegeten lijkt het. Ja, of door slakken of door muizen. Zowel slakken als muizen vinden paddenstoelen heel lekker. Dus die eten van. En dit kan allebei zijn. Het kan best zijn dat hier een slak de hele nacht aan heeft zitten knagen. Ja. Maar het kan ook een muisje zijn. En kunnen slakken en muizen ook doodgaan van paddenstoelen, net als mensen? Of, Geen idee. Ik denk dat zij wel weten wat lekker is en wat niet. Ja. Maar nu weten ze wel wat ze doen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, en als je langer kijkt, zie je steeds meer paddenstoelen. Het is ook echt, als je er even aandacht voor hebt, hele kleintjes. Ja, hier is ook nog wel een hele leuke. Dit is een stinkzwam. Een stinkzwam. Oh ja. En nou, je ziet ook alle vliegen erop zitten. Ja. En toen deze paddenstoel, die ligt als een ei in de grond. En op een gegeven moment komt dat ei, dat breekt open. Dan komt dit eruit. En dan zit hier helemaal nog een bruin-groenig laagje op, waar alle sporen in zitten. En die vliegen, doordat het zo stinkt, komen die vliegen erop af. En die nemen die sporen weer aan hun pootjes mee en zo verspreiden die zich. Oh god. Een vlieg als een soort van. Verspreiden van hun sporen. Ja. Ik zie hier nog zo'n ei liggen trouwens. Er zitten ook mieren op, zie ik. Ja, en deze is dus al helemaal. Kijk, hier ligt nog zo'n ei in de grond. Dus dit is eentje die. Dit is nog een groot ei. En op een gegeven moment breekt die open. Ja. En dan komt die tevoorschijn. En dit is dan zo'n oude. Nou, hier ligt het oude ei nog, zeg maar, waar die uitgekomen is. Ach, ja. We keken voor het verschil tussen de paddenstoel en de zwam. Maar de paddenstoel is de vrucht van de zwam. Dus het is inderdaad eigenlijk hetzelfde. Ja. Ja. Mooi hoor. Ja, en dus deze, wat op een gegeven moment breekt, die straks ook een keer open en staat dan. En daarmee komen ze zaden dan ook weer vrij. Ja. Ja. En dat gaat heel snel hoor, want op een gegeven moment breekt hij open. Dus in een paar uur tijd staat er ineens een paddenstoel. God. Nou, die sporen worden ook in 1-2 dagen verspreid. Ja. En dan vreten de slakken alles weer op. Dus ook binnen een paar dagen is die weer weg. Ja. Nou, de paddenstoelen groeien in de herfst. Maar zoals je ook al zegt, sommige gaan heel snel. Dan komt er weer een andere soort voor terug die een ander moment van de herfst groeit. Of hoe moeten we dat zien? Ja, dat kan net zijn dat de ene wat vroeger in de herfst is, de andere wat later. Soms zijn ze ook gewoon in de zomer, ja. Soms in de winter. Belangrijk is voor heel veel paddenstoelen wel dat ze een beetje vocht nodig hebben. Een beetje. Dus vaak zie je, we hebben nu ook een periode van 2 weken wat regen gehad. En dan zie je ineens weer dat er een heleboel paddenstoelen bij komen. Ja. Oh, ik zie vanaf hier ook al een mooi tafereel aan een boom. Ja. Ja, dat is een heel andere soort. Vanaf hier. Lijkt wel een trappetje. Ja, dit is een berkenzwammen. Oké. Dit is ook een berk. Ik loop er even voor langs. En dit zijn dan nog wel paddenstoelen die kunnen ook wat langer groeien. Dus die meeste paddenstoelen zoals deze hieronder,
Die zijn er heel kort. Dus die groeien, nou, 1-2 weken, dan zijn ze weg. Deze kunnen echt de hele winter wel aanzetten. Oké, zijn wat steviger. Ja. Ja. En je hebt ook nog een soort, ja, die is dan dood. Zoals deze, dat zijn paddenstoelen, die groeien meerdere jaren aan een boom. Oh, die is ook heel anders van kleur. Ja, nou, die hoort nog wat lichter te zijn, hoor. Oh, deze is dood. Oh, deze is dood, ja. Misschien dat we die straks nog tegenkomen. Dat is een tondenzwam. En die groeien meerdere jaren aan een boom. En die krijgen ook een soort jaarringen. Dus je kan aan de ringen op de paddenstoel ook tellen hoeveel jaar die aan de boom zit. Wat leuk. En deze zijn ook aan het opruimen, denk ik. Ja, dit is echt een opruimen. Deze berk is dood. Ja. Of min of meer dood. En deze groeien op het dode hout. Wat van deze nou wel heel grappig is, want ze hebben allemaal mooi de hoed naar beneden. En hier zit ook dan niet die lamellen, maar allemaal gaatjes in waar die sporen uitkomen. Ja. Zou je deze boom omzagen en op zijn kant leggen? Dan, als je dan 2-3 weken verder bent, dan zijn die hoedjes allemaal weer bijgedraaid. Dat ze weer netjes naar beneden hangen. Die passen zich makkelijk aan. Ja, ook ziet het er vrij statisch uit. Maar ze kunnen dus op een of andere manier toch nog helemaal zo bijdraaien dat ze weer netjes horizontaal hangen. Bijzonder. Ja. Ja, en we hebben hier dus heel veel dode bomen, heel veel dood hout. Dus ook, dan heb je ook direct heel veel paddenstoelen die bezig zijn met opruimen. Ja. En hoe komt het dat hier zoveel dood hout is? Is dat met een reden? We ruimen het niet op, dus we laten alles liggen. Dus in principe wordt er helemaal geen hout uit het bos gehaald. Alle bomen die je normaal gesproken zou zagen en weg zou halen, die laten we allemaal liggen. En doordat we heel veel variatie in het bos hebben en alles laten liggen, dan krijg je gewoon veel dood hout in het bos. Ja. Wij vinden dit veel, maar als je echt naar het natuurbos kijkt, dan zou ongeveer 20-25% van het hout in het bos dood moeten zijn. Nou, dat zijn we hier nog lang niet op. Nee, dat komt nog. Ja. 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 Oh, hier is al zo'n tonder van. Ik zal even heen lopen. Oké. Oh, kijk eens, ja. Het is echt gewoon keihard. Keihard. En hier zie je ook die, nou, die 1, 2, 3, 4, 5. Nou, deze zit er al 5, 6 jaar aan, deze boom. Ja. Goh. En dit zijn echte opruimers. Dus, ja, ik wou zeggen, dit is ook een dode boom. Zitten er meer aan, ja. Ja, hier zit nog een kleintje. Deze is dan overleden, die is al wat ouder. Hier zit ook nog eentje. Dus er zitten meerdere aan die boom. En op een gegeven moment hebben ze die boom gewoon op. Dan hebben ze alle voedingsstoffen die ze kunnen gebruiken eruit gehaald. Ja, zoals deze, ja, dan sterven de paddenstoelen ook af. Ja. En dan op den duur is de boom helemaal verteerd. Ja. Ja. Ja, meestal vallen ze dan op de grond en dan zijn er nog weer andere soorten die er nog weer een tijdje wat uit kunnen halen. Ja. Dus op die manier wordt het hele bos ook weer opgeruimd. Ja. Kijk. Zo heeft alles zijn eigen functie. Ja, en het belang van dat opruimen is dat ze halen de energie uit de boom, maar ook alle mineralen die in die bomen opgeslagen zitten, die komen allemaal weer beschikbaar voor de bomen die hier nog in de omgeving staan. Ja. Dus die paddenstoelen, die zwammen maken de voedselketen echt zeg helemaal rond. Ja, bijzonder, hè? Nou, volgens mij hebben we al een heleboel laten zien. Ja, inderdaad. Even kijken, is het nog leuk om nog iets te vertellen over jouw werk hier? Voordat we gaan afsluiten. Nou, wat ik al gezegd heb, we proberen hier zo natuurlijk mogelijk bos van te maken. Ja. We staan hier bij een stukje, dat is nog wat saaier. Ja. Kijk je ook nog helemaal doorheen. Dus wat we hier nog gaan doen is dat we her en der nog een keer een boom omzagen. Zodat je wat meer variatie erin krijgt. Dat er wat meer verschillende leeftijden in komen. Ja. Dat is goed voor de biodiversiteit. Ja. Ja. Verschillende bomen, verschillende planten door elkaar. Heb je allemaal verschillende soorten insecten die er weer op leven, waar weer andere vogels op afkomen, waar er andere paddenstoelen op afkomen. Dus dat is voor een gezond bos. Ja. Ja, mooi. Ik zie hier trouwens nog wel even zo'n. Dit is zo'n berk wat ik net zei die bijgedraaid is. Oh ja. Dus die zat hierboven aan die boom. Die tak is er afgebroken. En deze zijn nu helemaal weer netjes bijgedraaid dat ze weer met de hoed op de grond zitten. Hoe lang zou dat duren, denk je, voordat dat. Een paar weken. Dat gaat heel snel. Ja. Echt, als je een paar weken later terugkomt, dan zijn ze al helemaal bijgedraaid. Deze gaat het heel snel. Die tondenzwam die ik net liet zien, van die doet dat ook wel. Maar ja, die is heel hard en stug. Dus die is echt al wel een jaar mee bezig om bij te draaien. Ja, die is al wat harder. Ja. Ja.
Leuk hoor, zo even het verhaal achter de paddenstoel en de functie en de soorten. Ja, en als mensen het leuk vinden, ga ook vooral zelf het bos in. Het is nu het is mooi weer, het is echt paddenstoelenweer. Dus, Ja, en het ruikt heerlijk en het zonnetje komt erdoor. Het is echt genieten zo. Nou René, bedankt. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En de kijkers thuis, ook bedankt. Leuk dat jullie meekeken. Hier nog even een kijkje door het Nanninga's bos. En tot de volgende keer.